Ik vroeg me af, met welke vraag ging u eigenlijk vandaag naar deze bijeenkomst toe? Met welke vraag? Oprechte interesse hoe we de partij, de vereniging verder kunnen brengen. En natuurlijk dit belangrijke thema nog beter kunnen oppakken. En zorgen dat we, wat vaak uit gesprekken voorkomt met leden, de bredere cultuur, omgang met elkaar, hoe we dat kunnen versterken. Ik zie het ook als een transitie, eerlijk gezegd. En tegelijkertijd natuurlijk, je kunt de beste systemen hebben, maar er moet wel vertrouwen zijn erin, in de veiligheid, de zorgvuldigheid en dat er ook afhandeling plaatsvindt. Hoe kijkt u eigenlijk terug op uw eigen rol als voorzitter? Want u kreeg dit dossier natuurlijk in uw maag gesplitst van uw voorgangers. Er was best wel wat kritiek op onder andere de persconferentie. Hoe kijkt u daarop terug? Nou ja, het is, ik ben tevreden dat we deze dag nu hebben gedaan. Hoe kijk je op terug? Ja, ik heb ook met een knoop in mijn maag rondgelopen. Dingen zijn gewoon niet goed gegaan. Heb ik ook erkend, heb ik ook aangegeven, heb als bestuur gezegd. Is niet goed gegaan. Is toen niet goed gegaan. Kijk ook naar mijn eigen rol erin. Zelfreflectie die erop gehad. Hadden we anders moeten reageren, iets eerder. Ja, dat had gemoeten. En natuurlijk ook veel emotie die terecht is, veel vragen. En ik denk dat ik hoop, wat ik zo merk, is mijn impressie, dat er voor heel veel mensen ook veel vragen zijn beantwoord. Ik wil niet zeggen dat iedereen even tevreden is, maar dat er wel dat we een kentering aan het maken zijn. En dat is heel belangrijk. Heeft u zelf ook de vraag gesteld of u zelf wel door kunt gaan? Nou, ik vind die vraag niet relevant. Het is aan leden om uiteindelijk daar een oordeel over te geven. Ik ben voorzitter. Ik zie wat hier gebeurt. Dit moet beter. Ik sta er met hart en ziel. Ik wil er echt mijn schouders onder zetten om echt aan de slag te gaan met die cultuur in onze partij. Dat echt te versterken, te verbeteren, de openhouding, het gesprek aangaan. Dat is waar ik voor sta. Het is aan de leden uiteindelijk om dan te bepalen of dat voldoende is of niet. U zei de afgelopen weken waren ook zwaar voor mij. Wat bedoelde u daar precies mee en hoe reflecteert u op uw eigen rol in deze hele affaire? Zwaar bedoelde ik letterlijk. Daar heb ik geen woord aan toe te voegen, dat is duidelijk denk ik. Reflectie, wat ik eerder zei in de specifieke casus waar veel over is geschreven, heb ik eerder gezegd dat ik er, de persconferentie ook, dat ik er spijt van had dat ik niet nogmaals aan heb gedrongen bij het bestuur. Maar de scheiding der rollen, die moet wel zorgvuldig blijven. En dat is belangrijk, dat we binnen de bredere partij, bij de organisatie van de partij, dat er nog werk aan de winkel is, net zoals in de maatschappij. Dat is ontzettend belangrijk en dat moet voor ons een prioriteit blijven. Daarom heb ik ook gezegd dat professionalisering van het bestuur, wat op dit moment nog steeds rust op vrijwilligers, dat dat een hele belangrijke stap ook vooruit is. Het is heel moeilijk om van mensen te vragen die een fulltime baan doen, om daarnaast dag in dag uit ook voor de vereniging bezig te blijven. En dat baart mij wel zorgen.